Planten zoals fruit en groente zijn geworteld in de aarde. Maar hoe ziet die aarde er precies uit? Een bodem zit vol leven en allerlei sporen en elementen die samen instaan voor de gezondheid van de plant. Een bodem bevat mineralen zoals zand, slib en klei. En de hoeveelheid mineralen zegt iets over de bodemtextuur. Het is de organische stof, de humus, die de bodemvruchtbaarheid bepaalt. Die humus wordt constant hernieuwd door levende organismen. In de bodem krioelt het van de micro-organismen. Het is dankzij deze micro-organismen dat koolstof in de bodem wordt opgenomen en dus de negatieve effecten op het klimaat verkleinen. Door het samenspel tussen wortels, bacteriën en schimmels beschermen deze bodemhelden de planten tegen ziekte, zorgen ze voor water en voor alle nodige voedingsstoffen. In 1 gram gezonde aarde zitten ongeveer 1 miljard bacteriën en wel tussen de 5.000 en 25.000 soorten. Nog een hoofdrolspeler is de aardworm, waarvan er zo'n 25.000 per hectare zitten. In 1 jaar passeren makkelijk honderden tonnen aarde door de darmen van 1 enkele onvermoeibare werker. Wormen creëren ook tunnels die handig zijn voor planten bij de opname van voedingsstoffen, water en zuurstof. En ze bemoeilijken de erosie. Bodemgezondheid heeft direct impact op onze gezondheid, maar de bodem is in gevaar. Door het gebruik van pesticiden en kunstmest krijgen we een steriele bodem die de levende organismen doodt. Door het gebrek aan organische voedingsstoffen wordt de plant afhankelijk van chemische producten. Hun natuurlijke weerstand brokkelt af en dus worden ze in toenemende mate kunstmatig in leven gehouden. Boeren die tot voor kort genoten van de natuurlijke en gratis dienstverlening van de bodem, worden nu afhankelijk van chemische stoffen. Een vicieuze cirkel waar steeds meer geld nodig is om steeds meer producten te kunnen kopen. Planten met een tekort aan natuurlijke voedingsstoffen produceren fruit en groenten van mindere kwaliteit, met minder vitamine, minder voedingswaarde en ze bevatten mogelijk schadelijke pesticidenresten. Er is dringend actie nodig en er is een oplossing. Die oplossing heet agroecologie. Agroecologie respecteert de natuurlijke levenscycli. Het kan onvruchtbare grond nieuw leven inblazen door de schadelijke effecten van chemische stoffen om te keren. Hoe? Door de bodem te voeden met compost, groenbemesters te gebruiken, gewasrotatie toe te passen en de ondergrond niet te beschadigen door graven of ploegen. Agroecologie is een vorm van landbouw die het bodemleven respecteert en tegelijk voldoende gezond, gevarieerd en lekker voedsel oplevert voor iedereen. Het is ontzettend belangrijk te beseffen dat een levende en gezonde bodem goed is voor onze gezondheid, voor de boeren, voor het milieu en het klimaat en voor de aarde.